Voilà, kijk, daar, nog een Delvaux zien. Wie was Paul Delvaux nu eigenlijk? Paul Delvaux, dat was een surrealistisch schilder. Nu, wat is dat, surrealisme? Hij schilderde eigenlijk zaken die echt bestaan. He, bijvoorbeeld die dame en die mensen hier, die bestaan allemaal echt. Maar hij plaatst die in een andere omgeving. Een omgeving die hij zelf creëert, die zijn fantasie is. Je ziet ook dat hij heel veel treinen schildert op dit werk. Maar dat zal ook op andere schilderijen zijn. Want hij heeft nu eenmaal een grote liefde voor de trein. Waardoor was Paul Delvaux zo gefascineerd in treinen? Wel, hij was gefascineerd door treinen omdat hij van kinds af al met treinen bezig was. Als hij iets tekende, waren het treinen. En op latere leeftijd is hij effectief aan het spoor gaan wonen. Kom jong, we gaan naar het machinistenhuis. Voilà, Vincent. Dat is hier dus de stoomlocomotief. En hier stonden de stoker en de machinist. En dit type locomotief was eigenlijk de favoriete locomotief van Paul Delvaux. Hij was eigenlijk echt verliefd op stoomlocomotieven. Wow. Een trein. Kom, Vincent. Dus je ziet hier een aantal van zijn maquettes die hij had. Hij had dus een verzameling van miniatuurtreintjes. Om het te zeggen, hij had wel een grote liefde voor de treinen en de spoorwegen. Zijn grootste wens als tienjarige was eigenlijk om stationschef te worden. Op zijn 81 is hij dat effectief geweest of geworden. Heeft hij de titel gekregen van erestationschef van La Louvière. Dat is de jongste stoomlocomotief eigenlijk. Huh. Een type 12. Jullie zijn zeker blij dat al die bekende schilderijen hier hangen? Ja, ja, Vincent. We zijn heel tevreden dat we deze werken hier kunnen tonen. De werken van een schilder die verliefd was eigenlijk op treinen. Dus voilà. Dat is zeker heel leuk voor ons. Hey, hey. Supergoed dat je naar Karrewiet kijkt. Als je nu nog meer nieuwsvideo's wil bekijken, abonneer je dan zeker ook op ons kanaal. En bekijk ook deze video's. En een duimpje omhoog mag natuurlijk altijd. Zeker doen.